Ze hebben hem blijkbaar op zijn buik gedraaid. Houd je even voor de dossier K, opnieuw een misdaadverhaal rond Vinke en Verstuift. Koen de Bouw, Werner de Smet en Hilde de Waardemaker zijn gebleven. Erik van Looy schreef mee aan het scenario, maar paste voor de regie. En het was een ster en die ging naar Jan Verheijen, want hij pakte de regie over. Voor hem werd het zijn 10e film en zijn 10e première dus. Die ging door in maar liefst 8 zalen tegelijk. Gedraag u. Geen Jan de Cler dit keer, wel de Albanese maffia die in Antwerpen oorlogje speelt. Wie is dit? Dat is dezelfde foto als vorige keer. Wie is die man op die foto? Ik ken die man niet. Dat geeft die film ook onmiddellijk een soort internationale uitstraling, een soort authenticiteit ook, want het zijn echte Albanese Kosovaren die die rollen spelen. En ook een exotisme, waardoor je enerzijds de fundamenten die door Erik en Jeff zijn gelegd in de zaak Alzheimer respecteert, maar er toch iets aan toevoegt dat voldoende anders is. Er wordt flink wat afgeschoten in dossier K, maar zelden was de dodentol in een Vlaamse film zo hoog. We hebben wel een keer met pistolen mogen schieten en achtervolgen en actie. Hè. Dat was heel fijn om te doen, ook een klein beetje stresserend. Zoals bij de zaak Alzheimer zat ik in het begin met zweet in mijn handen. Maar ook hetzelfde, hè. Na de tweede of de derde shot zeg ik, ja, dat zit hier goed. De geestelijke vader zag dat het goed was en ook de co-scenarist was in zijn nopjes. Het is heel vreemd om een film te zien waar je inderdaad een aantal jaren toch wel ook aan gewerkt hebt in de voorbereiding. Maar ik vind dat Jan het fantastisch gedaan heeft. Ik vind het echt een heel meeslepende thriller. Ik ben tijdens het kijken de zaak Alzheimer vergeten. En als je Alzheimer vergeet, dat is een goed teken. Ik vond het fantastisch. Echt heel indrukwekkend. De beelden waren onwaarschijnlijk. Ben echt een beetje onder de indruk. Het is heel duister. Het is gevaarlijk. Ik vond de Albanese zeer goed. Omdat er gaat toch een vergelijking gemaakt worden met Alzheimer. En dan mis je de grote Jan de Cler, die was er niet. En die wordt hier vervangen door een bende onbekende acteurs. Die waren bijzonder sterk. Goeie acteursprestaties, de beste Jan Verheijen tot nu toe.